Goedendag, terras naast mij, dat is leeg, maar veel terrassen zullen de komende dagen gevuld zijn, want er is veel zon en er zijn hoge temperaturen. En op de satellietfoto kunnen we ook mooi zien dat het heel zonnig is in Nederland. Er is nauwelijks tot geen bewolking aanwezig. Bewolking vinden we terug ver weg. Moeten we richting Schotland en Ierland gaan. En dat zonnige weer, dat houden we voorlopig wel eventjes vast. En dat betekent dat we de komende dagen ook met hoge temperaturen te maken gaan krijgen. Vanmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden in het noorden. Landinwaarts kan het 25 tot 27 graden worden. En dat alles bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. De zonkracht is wel hoog. UV-index is 7. Dat betekent dat een onbeschermde huid wel makkelijk kan verbranden. Houdt u daar rekening mee als u lang de zon ingaat. Vanavond ook stralend weer. Rustig weer ook. Heerlijk weer om lang buiten te blijven. En dan verloopt de nacht ook rustig. En dan krijgen we morgen opnieuw een dag met flinke zonnige perioden. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Vanuit het westen komt er langzaam maar zeker wel wat meer hoge bewolking binnenschuiven. Maar ik denk dat donderdagmiddag de zon daar nog niet heel veel last van heeft. In de avond en nacht wordt de bewolking geleidelijk aan wel dikker. En dat betekent dat we vrijdag op veel plaatsen met bewolking gaan beginnen. Maar vanuit het westen gaat het juist dan weer opklaren. En vooral in de middag zijn er flinke zonnige perioden. En dan wordt het nog wat warmer. De temperatuur kan oplopen naar 26 tot 30 graden. Ook voor vrijdag geldt dat de UV-index nog steeds erg hoog is. Fijne dag nog.